Ik ben Roos en dit is Klaninam! Hier gaan wij testen of producten wel doen wat zij beloven. Want klopt er wel? Of niet doen? En vandaag testen we de... oogdruppels tegen rode ogen. Als je begrijpt wat ik bedoel, hè? En wat belooft hij te kunnen? Deze druppels werken tegen rode ogen van het werken, vermoeidheid of sloken. Maar klopt er wel? Of niet echt? Oké, wat hebben we allemaal nodig? Rode ogen alleen. Wil ik eerst even checken hoe rood mijn ogen nu zijn. Oké, ik ben eruit. Mijn ogen zijn bruid. Hoe krijg ik ze nostalgisch rood? En dan weer bruid. Ja, bruid. Dat is maar één manier. Lekker Nicky, hè? Oké. Ja, zeker geen bruidwit meer. Ja, een beetje hier. Maar we willen wel weer hier naartoe. Dus, waar is dat spul? Hey! Het spul! Hey! Het spul! Hey! Het spul! Hey! Het spul! Let's do this! Fuck. Mijn oog wordt letterlijk roder. Wacht even. Even marineren. Nou, dit oog wordt roder. En deze is volgens mij hetzelfde. Conclusie. Dat de oogdruppels helpen tegen rode ogen van het smoken. Nee, niet echt. Hoi hoi. Omdat je van de publieke omroep ook nog wat moet leren, hier een paar supernuttige feitjes. Door smoken verwijder je bloedvaten, waardoor er meer bloed in je ogen komt en ze rood worden. Cannabis is het eerste product ooit dat op internet is verkocht. Het is een fabeltje dat je ogen eruit komen als je ze open probeert te houden tijdens het niezen. Oké, bedankt voor het kijken. Hoi hoi!